Voor de Turkse moslims is de Ramadan voorbij en het suikerfeest aangebroken. Dit keer viel de periode van vasten en bezinning in de maand juni. En omdat daar de langste dagen van het jaar zitten, vonden veel mensen het zwaar. Want er mag alleen gegeten en gedronken worden als de zon onder is. Het was een zware tijd achter ons. En van 's morgens 4 uur tot 's avonds 10 uur. We hebben echt moeilijk gehad. Maar vanwege de weeromstandigheden viel het toch mee. Deze jaar is het iets koeler geweest. Alleen 3-4 dagen hebben we wel zware last gehad met hoofdpijn en zo 's avonds. Maar gelukkig zijn we overeen en we zijn blij. Suikerfeest of niet, in deze supermarkt werd gewoon doorgewerkt. Want veel van de klanten zijn Nederlands. Dus geen bezoekjes aan familie, dat komt later. We hebben wel feest, maar we moeten wel de zaak voortzetten. We hebben heel veel, ongeveer 60% Nederlandse klanten. En we kunnen niet nee zeggen tegen onze klanten. Daarvoor hebben we de zaak geopend gehouden. We gaan om 6, tussen 6:30, het is dicht, opruimen, schoonmaken en naar huis. En we gaan naar de familie bezoeken. Alle familie bezoeken maken. Dan kunnen we zo. De feestkast bij ons. En dan morgen weer gewoon aan het werk? Jawel, moet. Bikkel. Ja. U hebt een heleboel tomaten gekocht voor het suikerfeest. Ja, dat klopt. Nou hebt u zoveel tomaten, wat gaat u daarmee maken? Alles. Sla en merdines maak ik voor Arabisch eten. Ja, dus is belangrijk ook. Hoe hebt u deze maand ervaren? Ja, fijn. Fijn gewoon. Hele dag vast, pieden bij mensen, leuk, aan wandelen. Het is verder niks. Meedoen aan de Ramadan is niet verplicht. Het is een keuze. Ik heb zelf niet meegedaan, dus, maar voor diegene was het echt moeilijk. Dat was echt te kunnen zien, zeg maar. Mag ik vragen waarom je niet hebt meegedaan? Ja, ik deed het eigenlijk vanaf bij het begin niet eigenlijk. Ik heb respect voor diegene, maar voor mezelf doe ik het niet meer aan. De Ramadan voor de Turkse moslims is voorbij. Woensdag eindigt de vaste periode voor Marokkanen en voor moslims met een andere achtergrond.